Jeannette. Ja, in Dordrecht. De koning was hier met Koningsdag en toen zei hij hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. Dus we zijn trots dat je in deze mooie stad hier de campagne komt onthullen. Want dat is waar de Dordtse VVD zich ook dagelijks hard voor maakt. Doen wat nodig is om deze mooie stad mooi te houden, nog mooier te maken voor onze inwoners in Dordrecht. Te zijn met al die extra investeringen, dankzij de VVD en veiligheid, met de politie gebeurt. Wij willen een uitbreiding van stroomstootwapens. Wij willen het mogelijk maken dat er preventief wordt gefouilleerd. We willen bij ernstige en zware criminaliteit ervoor zorgen dat je ook gegevens kunt uitwisselen. Allemaal dingen waar GroenLinks van de arbeid op dwars liggen. En waarom is dat nou voor belangrijk voor deze verkiezingen? Omdat in de Eerste Kamer, en die wordt dadelijk ook gekozen door die provincies, de vraag is, hebben we meerderheden voor dit type... Ontzettend leuk, want het laat natuurlijk zien wat wij hier de afgelopen jaren ook allemaal hebben neergezet. Dordrecht is booming en dat zie je wel als de landelijke VVD hier met de minister-president, maar ook met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, hier de campagne wil komen starten. Je staat zelf op de lijst van de provinciale. Wat denk je te bereiken? Nou ja, wat ik graag zou willen zien is dat Zuid-Holland echt een hotspot wordt voor innovatie en ondernemend talent. En dat we daardoor ook kunnen zorgen dat, zoals in steden zoals Dordrecht, dat je veel innovatie hebt, nieuwe bedrijvigheid kan creëren. Dat die mensen ook willen blijven wonen en hier zelfs naartoe komen trekken. Superleuk jongens! Kijk! Ja! Hallo! Hallo! Hoi Mark! Hallo! Geweldig! Ja, jullie zijn Ja, wij zijn Of jullie met z'n drieën? Ja, wij zijn eigenlijk aparte zaak. Ik doe hier stadswandelingen, kuilentours en dat doe je hier vandaan? Dat doen we vanuit hier. Ja, heel leuk. Ja, dat is echt. Jullie werken al jaren samen, toch? Ja, we hebben al 25 jaar in het bedrijf. Altijd een hele bureau. Ja, het ziet er altijd uit. Oké, dus dat heb je erbij gezien. En sinds wanneer is deze zaak? 5 jaar. Zo, maar dit was een leegstandpand. Ja, dat is van 2 jaar bijzonder. Ja, wat heb je tegen hem gezegd of wat zei je tegen jullie? Ja, dat het een mooie zaak vindt, een blije rokel. En dat het fantastisch mooi uitzien. Daar mag je trots op zijn, trots op Bart. Nou, dankjewel. Dankjewel.